We gaan beginnen, de Akashisch Tarot lichten. Dus kijk of het bij je resoneert. En we gaan kijken bij dit Keltisch kruis wat er voor jullie algemeen ligt, lieve leeuwen. Eerste kaartje, de buit. Oké. Dit is het eerste kaartje, is het kaartje van nieuwe dingen leren. Misschien een nieuwe cursus doen. Verdieping zoeken eigenlijk. Dan gaan we kijken. Oké. En misschien... ontmoet je weer een persoon uit het verleden. Ligt er dwars op. Dus misschien ben je ooit... Misschien ben je ooit samen geweest en ontmoet je elkaar nou weer opnieuw. Of je ontmoet iemand en je denkt, oké, misschien, ik ken die persoon al helemaal. Misschien wel uit een ander leven of zo. Ik ga even verder kijken voor jullie leeuw. 6 van pentagrammen. Oké, 6 van pentagrammen. En dan moet ik even kijken. Oh, die is ook... lekker voor zichzelf bezig. Je is maar aan het werk eigenlijk. En daar krijg je ook verdiensten voor. 6 van pentagrammen. Oké. Doe iets wat je gevoel zegt dat lekker is. Hè? En dan heb je hier de 4 van bekers. En bij bekers zie je soms, bij 4 van bekers zie je bijvoorbeeld niet iets. Hè? Hier staat bijvoorbeeld een persoon in de spiegel die er niet is. Er is gewoon iets wat wordt aangereikt, maar je ziet het niet allemaal. Dus dat is in het verleden geweest. Misschien is er iets aangereikt aan jezelf, maar je weet eigenlijk, dat heb je gewoon gemist. Ga dus gewoon constructief bezig. Dat ligt er helemaal. Oké. En dan hebben we hier het kaartje 11. En dat is volgens mij, en dan moet ik eventjes pikken, kaartje 11. Oh, de kracht. Ja. Oké. En dat staat voor... ik zie de meest extreme uitdaging met onwankele moed onder ogen. En het kan ook zijn, doe niets om je tegenstander te overrompelen, maar behandel hem met geduld en zachtheid. Het ontwikkelen van liefde en mededogen, vriendschap. De tijd en je overtuigingen zijn je beste bondgenoten. Zelfoverwinning, moed en kracht. Nou, helemaal mooi. Dan gaan we even hier kijken. Oké, daar hebben we 2 van bekers. Oké, dat is mooi. Er komt misschien een bericht bij je binnen. Maar ik zal hem zo nog even verduidelijken. Oké. Dan hebben we hier de kracht, denk ik, met de aartsengel Michael. Want die staat voor de kracht. Hè? Dus, jij mag gewoon... je gevoeligheid laten stromen, zeg maar. Want hier liggen wel veel bekers. En die bekers, dat gaat allemaal over gevoel. En weet dat je een krachtig persoon bent. Oké. 2 van staven. Oké, van 2. Ja, dan weet je eigenlijk niet goed wat je... kijk, de invloed van anderen, die weten niet goed wat nou precies tegen je moet zeggen. Hè? Ga je nou dit doen of ga je nou dat doen? Die staven, die willen er altijd wel voor gaan. Hè? Die vuur zit in hun, zeg maar. Er staat dus iets om te doen, maar zal ik dat wel gaan doen of zal ik dat niet gaan doen? En eigenlijk... kunnen ze je daar niet in adviseren.
Of ze vinden misschien dat je te veel twijfelt. Dat zou ook kunnen. Dan hebben we hier de 7 van staven. En daar gaat het helemaal over. Over je werk. Hè? De 7 van staven. Je moet nog even nakijken. Maar gaat in ieder geval over werk. En de 4 van staven. Nou, wat een staven hebben we. Je gaat ervoor. Hè? Lieve leeuwen. Je gaat ervoor. Uiteindelijk, deze weet ik wel. 4 van staven. Dan doe je gewoon je ding. Gewoon je ding doen. Eigenlijk. Hè? Je loopt het pad wat voor je bedoeld is. Maar we gaan even kijken. Bekers 2. Waar stond dat ook al voor? Even kijken hoor. Bekers 2. Die staat bij de kracht. Dus dat is heel mooi. Is dit de kracht? Of is dit... Dan ga ik even kijken wat die antimichel eigenlijk is. 9. Oh, ja hoor. Dat dacht ik al. Ja, dat is eigenlijk de kluizenaar. En dit is ook... de kracht in jezelf vinden. Het licht op je eigen pad. Zeg maar zijn. Ik volg mijn levenspad met moed en zelfvertrouwen. Om het licht van mijn ziel te vinden. En dat kan je met kracht wel bereiken. Maar je mag je eigen pad gaan lopen. Oké, dus dat was. Kijk, ik zie iets verkeerd hoor. Dus 8, rechtvaardigheid en 9, de kluizenaar. Ja, helemaal goed. Oké. Bekers 2. Oké, bekers 2. Verliefdheid, verloving, intieme, vriendschap en hartstocht. 2 zielen, 1 gedachte, overeenstemming. En het dusdanig samenkomen van 2 gevoelens, dat daar vanuit een verbintenis ontstaat. Helemaal mooi. Dus, nou, er ligt misschien een nieuwe relatie of een vernieuwde relatie op je pad. En dan gaan we even die scrollen. Pentagrammen 2. Kijk, bij pentagrammen 2 hebben we goed gedaan. Je wikt en je weegt en je twijfelt. Pentagrammen 4. Is op je geld zitten. Hè? Dus 4. De kroon op je werk, maar nu verder. Nauwkeurig nazien van financiën kan inzicht opleveren. Onverstoorbaar doorgaan met vermogen opbouwen. Nou, heel mooi. En de 7, die je hoop is. Wie zijn geluk niet kent, leeft ongelukkig in een rijk bezit. En we behoren, en dat is dus je hoop of vrees, hè. We behoren van het geluk te genieten wanneer we het hebben. Zoals van rijpe vruchten in de herfst. Loon naar werken. Het ontvangen van een pensioen of vroeg met pensioen gaan. De rustperiode, eventueel vakantie, een volbrachte taak en een stap terug doen. Zinvol werk levert meer op dan alleen maar materiële voordelen. Je eigen standpunt bepalen. Dus helemaal jouw eigen standpunt doen. En dan ook... heel veel daarvoor terugkrijgen. Mooi. Lieve leeuwen, ik wens jullie een hele mooie maand toe vol liefde en licht. Resoneert dit niet bij jou? Kom dan langs voor een persoonlijke sessie. En anders wens ik jullie een heel mooie maand toe vol liefde en licht. Dag!